Ja, Bert, graag even een analyse van de wedstrijd. Dat we vrij scherp aan de wedstrijd begonnen zijn. En het na 20 minuten zijn beginnen weggeven. Ik denk dat alle kansen die Hamme gecreëerd heeft, dat eigenlijk vooraf ging aan een serieuze blunder van bij ons. En dan denk ik dat we voor die verbieting al twee keer goed wegkomen. En dan geven we dat eerste doelpunt te gemakkelijk weg. En dan moet je nog meer wil tonen. En ik denk dat Hamme vandaag meer wou in Timsini. Ja, je haalt het zelf aan. Jullie beginnen zeer sterk aan die wedstrijd. Maar na dat eerste doelpunt lijken jullie toch iets of wat weg te zakken. Ja, na 28 minuten was het gedaan, denk ik. Dan hebben we om een of andere reden zijn we dan nog meer beginnen twijfelen. En zijn we dingen beginnen doen die niet waren afgesproken. En dan zie je een enorm groot mentaliteitsverschil tussen onze groep en die van Hamme. Heb je nu voor deze wedstrijd helemaal anders voorbereid? Want het was tenslotte een derby en tegen een ex-ploeg van je. Nee, wij hebben die voorbereid als gelukkig dat we dat alle weken doen. Ik denk, we hadden genoeg info en ik denk dat het ook wel te merken was dat we die op een normale manier hebben voorbereid. Als je de eerste 20, 25 minuten ziet. Maar ik denk na minuut 28 dat ze scoren, dat er bij ons voor sommigen het licht uitging. Om een onverklaarbare reden. Misschien moet ik mijn ontslag eens geven. Nu, jullie missen vandaag twee belangrijke spelers. Hadden deze het tij kunnen keren vandaag? Ja, nee, maar dat gaat niet over belangrijk. In onze groep is iedereen belangrijk. En oké, als er een schakel wegvalt, dan moet iemand anders dat overnemen. Ik hoorde niet graag dat we twee belangrijke schakels moeten missen. Oké, zijn die erbij, dan is ons spel helemaal anders. En we hadden gehoopt om Amin fit te krijgen tegen vandaag. Dat is niet gelukt. Ja, dan moet je anders gaan voetballen. Maar ook daar hadden we op getraind. Dus iedereen wist perfect wat er moest gebeuren. Maar oké, goed. Het is zo. En op de volgende week. Ja, dit verlies is inderdaad een beetje zuur. Toch zeker na vorige week. Hè, moesten jullie punten sprokkelen op Osa Brakel. En vandaag lukte het dan helemaal niet. Hè? Nee, vorige week winnen we punten. Vandaag gooien we er gewoon drie weg. Zo simpel is de zaak. Op naar volgende week en inderdaad hopelijk dan wel winst. Ja, dat moet, maar we gaan alle weken voor winst. Ik bedoel, wij hebben niet direct de groep om te gaan rekenen en te zorgen dat we meer punten naar huis komen, ja of nee. We zullen uit en thuis altijd proberen hetzelfde te doen. En dan zien we wel. Maar oké, ja, we konden vandaag een heel goede zaak doen. Maar blijkbaar ligt hem ons niet. Vorig jaar 0-6, we starten nu dit jaar 0-3. Oké, ja, we zien wel.